Ja, ik vape wel eens, klopt. Er zitten meestal best wel lekkere smaakjes aan. Niet heel veel. Haal het vooral voor op feestjes, maar als je het dan nog hebt, dan is het voor op school op zich wel handig. Weet je dat het ongezond is? Ja, dat weet ik. Daar ben ik van bewust. Ja. Het is niet, ging er niet vanuit dat een paar chemicaliën uit China gezond waren. Vapen is eigenlijk het nieuwe roken. Ten eerste zit er hartstikke veel nicotine in, dus het is super verslavend. Maar er zitten ook kankerverwekkende stoffen in. Er zitten allerlei andere chemicaliën in. Wij zijn super bezorgd om het feit dat de jongeren dus willens en wetens door de tabaksindustrie in de fuik van het roken worden gelokt door dit soort misleidende praktijken. Influencers op TikTok, in de gamingindustrie, andere media, die laten gewoon zien hoe cool dat is en je kan er trucjes mee uithalen. En, nou ja, dus het wordt aan alle kanten wordt het voorgeschoteld als super aantrekkelijk. Ik heb zelf zo'n 60.000 volgers nu. En met een groepsaccount doe ik het ook samen met vrienden van mij. En daar hebben we nu 350.000 volgers op. Ze sturen een bericht met daarin de vraag of jij een vape of een... eigenlijk een soort van vape wilt gaan promoten. En dit is dan vaak in ruil voor een kleine vergoeding. Als eerste instantie denk je misschien van, hey, dit is even een mooi cashje. Dit is mooi snel 50 euro verdienen misschien. Maar als je verder gaat denken, denk je toch misschien van, hey, slecht voor mijn imago. Ik beïnvloed mensen hiermee en dat is niet de juiste manier hoe het hoort te gaan. De campagne heet Doei Tabaksindustrie en de jongeren kunnen die vinden op Instagram. Zij kunnen daar een vuist maken tegen de tabaksindustrie. Ze kunnen vragen stellen, ze kunnen informatie krijgen over de misstanden van de tabaksindustrie. Bedankt voor het kijken. En wil je meer video's zien van RTL Nieuws? Download dan onze app of ga naar www.rtlnieuws.nl.